De Serie A is afgelopen en er zijn heel veel transfers geweest aan het begin van het seizoen. Spelers hebben het goed gedaan, spelers hebben het heel goed gedaan en spelers hebben het geweldig gedaan. Wij hebben een top 5 gemaakt van de beste transfers van de Serie A van seizoen 2019-2020. En op plek 5 staat Mert Müldür. Dat is de rechtsback van Sassuolo. Kwam over uit Oostenrijk voor een klein bedrag van 3,9 miljoen euro. En die gaat zeker binnenkort worden doorverkocht. Hij heeft een goed Serie A seizoen achter de rug. En die gaan we 100% terugzien bij een topclub binnen nu en 2 jaar, denk ik. Op plek nummer 4 staat Francesco Caputo. Ciccio. Hij kwam over van Empoli. Empoli. Ja, daar heeft hij vorig jaar ook meer dan 20 doelpunten gemaakt. En dat heeft hij helemaal doorgezet bij Sassuolo. Want hij kwam weer rond de 20 goals uit. Ja. Een geweldige aankoop. Op plek 3 staat Ruslan Malinovski. Hij heeft Atalanta een best wel dik bedrag voor neergelegd. Namelijk 13,6 miljoen. Had het wat moeilijk aan het begin, maar is langzaam uitgegroeid tot echt een hele fijne speler voor Atalanta. Hij heeft een goed linkerbeen en heeft een paar mooie goals gemaakt. Gaat misschien wel Ilicic vervangen binnenkort of over een bepaalde periode. Zien we zeker in de Champions League. Dus Malinovski is een van onze top 3 beste aankopen in de Serie A. Op plek nummer 2 voor 20 miljoen ging Theo Hernandez naar AC Milan. En hij was een van de grootste smaakmakers dit seizoen aan de linkerflank. In aanvallend opzicht misschien wel de belangrijkste man. Denk het wel. Na Ibrahimovic. Na Ibrahimovic natuurlijk. Maar met die heerlijke groep kan je eigenlijk niks anders dan op plek nummer 2 zetten. De Soleil. Maar wie staat er op nummer 1? Op plek nummer 1 kunnen we niemand anders zetten dan Sofyan Amrabat. Werd door Verona gehuurd van Club Brugge. Niemand had verwacht dat hij daar zou slagen. Maar uiteindelijk is hij daar uitgegroeid tot een van de beste middenvelders van de Serie A. Heeft Verona hem gekocht en ondertussen weer verkocht. Amrabat zien we volgend jaar terug bij Fiorentina. Dit jaar was hij echt een van de smaakmakers in de Serie A. Box-to-box, regisseur, pakte veel ballen af. En wat ons betreft is hij de beste aankoop van de Serie A van het afgelopen seizoen. Dit was onze top 5 van de Serie A. Maar misschien hebben wij een speler helemaal over het hoofd gezien. Of hebben jullie zoiets van, ja, maar Zlatan Ibrahimovic, waarom staat die er niet tussen? Laat dat gerust even weten in de comments hieronder.